Wie het alle zwaargewicht aan deze tafel hebben al een opstelling gegeven van de week. Heb jij er ook eentje in je hoofd zitten waarvan je zegt van... Ik zou Ake op middenveld zetten en Mickey van der Ven op links. Maar dat schijnt helemaal niet te kunnen, want Ake heeft nog nooit op middenveld gespeeld. Maar dat maakt jou toch niet uit? Nee, maar volgens mij ook niet, want Arie Haan die speelde in 74 ook libero immers. Dus, en onze vriend uit Katwijk speelde back in... Hier, Dirk Kuyt. Ja. Ja. Ja, maar jullie moeten... Ik zeg nee. Omdat Arie Haan in 74... Ja. Je moet je klassiekers kennen. In libero speelde, kan Ake wel het middenveld spelen. Ja. Ja. Je volgt de redenering niet helemaal. Ik volg de redenering niet van. Wat ik wel denk, maar je moet niet overlopen worden. Maar wat ik wel denk van die wedstrijd... Een beetje overmoedig, Wiert. Wat ik wel denk van die wedstrijd van vrijdag... is dat beide genoegen nemen met een gelijkspel. Ja? Daar ben ik echt van overtuigd. Nou, dat wordt wel heel saai. Maar salongemis of wel een doelpuntje? Nee, 0-0-1-1. Maar waarom zou Nederland het riskeren? Want Oostenrijk is hartstikke sterk. Nee, maar die Fransen riskeren het wel. Ja. Kijk, die Fransen die denken, joh, puntje, Polen, laatste wedstrijd winnen, klaar. Ja. Ja. Weet je, die gaan rustig. Mensen met pijntjes, Griezmann, onze vriend... maar die man met die neus natuurlijk ook. Mbappé. Neus ook, Mbappé. Die was wel op het trainingsveld. Die laat ze echt niet spelen. De tweede wedstrijd is voor hun niet belangrijk. Nee. Echt niet belangrijk. Als ze die derde winnen, zijn ze door.